wel alert zijn, hè, als wetenschapper alert zijn en blijven. Ik kan in mijn labo alleen praten voor gerechtelijke stukken die binnenkomen. Maar op basis van de technieken die collega Van Ene ook al heeft geciteerd, vooral dan de detectietechniek die wij massaspectrometrie noemen, dat is een zodanige verfijnde techniek dat wanneer je daar beoefend in bent en je praat over een nieuw molecule of een modificatie, bijvoorbeeld zo'n designerdrug, dan moet er toch wel dus een belletje gaan rinkelen. Dat je zegt, kijk, ik herken hier een aantal, ja, een framework als het ware. Ik zeg maar bijvoorbeeld iets van een amfetamine of een steroïdeachtige, maar dat is niet helemaal dat. En dan moet je de integriteit en wetenschappelijke correctheid hebben om te zeggen, we zoeken verder totdat we absoluut zeker zijn, wat is dit? En dan vergt dat inderdaad heel veel inspanning. Dat blijft dan niet beperkt tot chromatografie en massaspectrometrie. Desgevallen dat je het dan toch zuiver hebt kunnen scheiden, NMR zoals we zeggen, omdat NMR ook een techniek is om echt na te gaan, wat is hier nu de structuur? Dus met andere woorden, met de meest verfijnde analytische methode komt er dan op aan om een unieke identificatie te doen. In de wereld van drugs, niet noodzakelijk naar doping en sport, is er ook op overheidsniveau, niet alleen nationaal, maar dus ook Europees gesproken, wat we noemen een early warning system, waarbij zowel spoedgevallen van ziekenhuizen als forensische labo's de meldingsplicht hebben dat wanneer ze een nieuwe gevaarlijke drug meestal tegenkomen, dat ook rapporteren. En dan wordt dat meestal via een Belga persbericht dus doorgestuurd naar de pers. En dat is een systeem dat goed werkt, omdat dat de bevolking juist alerteert voor die nieuwe stoffen waar we niet veel van weten, of waarvan men zegt, tja, dit is een handige truc geweest om de wetgeving te omzeilen. Het is echt effectief iets nieuws. Maar dus, om te antwoorden op uw vraag, dat is eigenlijk de taak en ook de verantwoordelijkheid van de wetenschapper in C om alert te blijven en niet te vlug content te zijn en zeggen, kijk, 99% zijn we zeker, maar hier klopt toch iets niet. We blijven verder zoeken, want het kan een modificant zijn van iets van vorig jaar. Hoe zit het bij u? Wel, behalve dit, laten we zeggen, incidentele verhaal, wanneer je dus iets nieuws krijgt en er inderdaad vragen bij stelt en dan echt diep gaat zoeken wat het is, is het, en dat is misschien de meest positieve verandering die wij zelf te werk gesteld hebben binnen ons labs, wereldwijd dan, antidoping labs, is dat sedert een tiental jaar dat wij echt heel sterk proactief bezig zijn. Ik zelf en een aantal van mijn collega's bij mij in het lab en zo internationaal ook, ik zelf zit gemiddeld 1 tot 2 uur per week op internetfora, websites na te gaan waar nieuwe producten worden aangeboden die ik weet. Fora van bodybuilders? Of, Voornamelijk bodybuilders, ja. Dat is juist. Nog een aantal andere sporten ook, maar toch heel specifieke fora en heel specifieke websites die in de gaten gehouden worden. Als er daar iets nieuws opkomt die er veelbelovend uitziet, dan wordt dat aangekocht, onderzocht. Heel vaak is dat weggesmeten geld. Soms echter ook niet. Zo hebben we de collega's in Keulen hebben zo andarine, een nieuwe SARM ontdekt. Wij hebben een jaar later ostarine, een nieuwe SARM ontdekt, die nog in de klinische fase zit. Die nog niet op de markt is als regulier farmaceutisch geneesmiddel, waar men de toxicologische eigenschappen nog van aan het ontleden is. Dat kwam zo in onze handen. Wat wij ook heel sterk doen, sedert een tiental jaar, is de producten onderzoeken die nog in de klinische fase zitten. Wij houden in de gaten wat de farmaceutische industrie aan het ontwikkelen is. En wij synthetiseren die zelf. Wij onderzoeken daar zelfs het metabolisme van zelf, los van de farmaceutische industrie, die dat ook wel doet, maar die dat niet publiceert omwille van het feit dat ze, zolang dat het middel niet op de markt is, hun patent volledig willen beschermen. En ook alle mogelijke metabolieten binnen hun patent willen onderbrengen. En wij ontwikkelen methodes daarvoor. En om u een voorbeeld te geven, die andarine, waarvan dat ik zeg dat onze collega's uit Keulen dat ontdekt hadden, 2 jaar terug. Dat waren we al 4 jaar op het spoor via de klinische fasestudies. En daar hadden we dus methodes voor. We hebben dat niet aan de grote klok hangen. En zo zijn er nog een aantal substanties die op dit moment eigenbouwd zijn in onze methodes. Maar de eerste sporters die het gebruikt hebben, 2 daarvan, zijn tegen de lamp gelopen zonder dat ze dachten, terwijl dat ze dachten van dat is onopspoorbaar. Dat kennen ze nog niet. Wij wachten ze soms op. En dat is een positieve evolutie die de laatste 10 jaar zich pas voltrokken heeft. Vroeger liepen we steeds achter. Nu lopen we nog vaak achter. Maar niet steeds.
Ja, ik kan toevoegen dat zelfs de overheid, dus de federale overheid, Belspo, zoals dat heet, beurzen ter beschikking stelt, dus geld ter beschikking stelt voor zulk proactief onderzoek. We hebben bijvoorbeeld de laatste jaren ook wat men noemt drug impurity profiling mogen doen, waar je bijna kan zeggen, mits uiteraard de nodige vergunningen, boots je een sluiklabo na. En doe je via combinatorial chemistry, de aanmaak van bijvoorbeeld catinones, amfetamines, allerlei, met als bedoeling te gaan detecteren wat wordt er allemaal gevormd en welke bijproducten zijn er, op basis van welke reagentia, om dan ook de politie bijvoorbeeld te helpen, wanneer er dan een sluikstort gevonden wordt of effectief een illegaal labo, om dan dus anticiperend al te weten, als stof A en B en Z wordt gevonden, dan moet het zeker dat zijn. Dus ja, de overheid investeert daar wel in, via een aantal laboratoria, academische centra, en ik denk dat dat een heel goed signaal is. Ja. Aan de andere kant denk ik, als jullie dan detectiemethodes publiceren, want ik neem aan dat die ook gepubliceerd worden in papers, dat is dan weer leesvoer voor dopingjagers om te zeggen van oké, we moeten het ergens anders gaan zoeken. Ja, maar dat kan ons toch niet stoppen, hè? Nee, we kunnen toch niet stoppen met een betere methode te ontwikkelen voor EPO, omdat ze dan naar een ander product gaan overstappen. Ik kan u bijvoorbeeld zeggen dat een product die minder dan een maand geleden toegelaten is op de markt, de nieuwe EPO, hematide, dat we die op dit moment aan het opsporen zijn. Dat is misschien een primeur hier, maar daar hebben we al de methode voor, terwijl dat product minder dan een maand op de markt is. Juist omwille van het feit dat we anticiperend aan het werken waren. En we gaan dat gewoonweg niet stoppen. Uiteraard zal men zoeken naar iets nieuws. Dat is een goed kenmerk. Dat klinkt misschien raar, maar dat is goed, want dat toont aan dat we mens zijn. Dat we ons willen verbeteren. In dit geval is de dopeerder die zich wil verbeteren, maar dat geeft iets aan over de menselijke eigenschap, dat we steeds streven naar iets anders, iets beter. Dus op zich vind ik het wel betreurenswaardig, maar het is in feite wel een goede menselijke eigenschap die tot uiting komt. Ja. En hoe testen jullie die nieuwe producten qua metabolieten bijvoorbeeld? Ik las in een interview met Frans Delbeke, uw voorganger, dat er vroeger wel nog eens producten onder werknemers werden getest. Is dat nog altijd zo? Ja, je merkt weinig de nare bijwerkingen aan mij vanuit het verleden. Allee, hoop ik toch. De dag van vandaag gaat dat niet meer. Helaas was dat een stuk makkelijker. En ik moet zeggen dat wat er toen gebeurde, dat normaal gezien de reguliere geneesmiddelen waren. Ik kan me niet herinneren dat we ooit iets zijn genomen hebben die gewoon van de zwarte markt kwam. Dat waren gewoon reguliere geneesmiddelen. Ja. De dag van vandaag gaat het vaak om middelen die nog niet getest zijn. En die dienen we niet meer toe aan gezonde vrijwilligers, ook niet van het lab. Daarvoor werken we met modellen. En ik denk, als er iemand aanwezig is, maar sowieso, ik denk dat mensen van het CEVAC, het Centrum voor Vaccinologie van onze Universiteit Gent, geweldig moet bedanken. Die hebben een muizenmodel ontwikkeld om hepatitis te bestuderen. Dat is een leverziekte. En nu wel het toeval dat de lever voor de meeste farmaceutica, voor de meeste drugs, de motor is van het metabolisme. En dat model, dat is een muis met een menselijke lever. Ze gaan grosso modo een muis bij wie dat lever afsterft en die een immunodeficiëntieziekte heeft, heeft geen weerstand meer van zichzelf, gaan ze transplanteren met menselijke levercellen en die menselijke levercellen die beginnen te groeien in die muislever en daardoor blijft die muis leven, want die muis krijgt essentieel een menselijke lever. En daar kunnen ze dan hepatitis op testen, geneesmiddelen tegen hepatitis, omdat je daar met een muis zit die in feite een menselijke lever heeft. Nu, wij zetten die muizen heel beperkt, wanneer dat het echt niet anders kan. Durven wij een keer één of twee van die muizen in te zetten, geven wij daar zo'n product aan en kijken wij wat dat die muis uitblast. Ja. Wij doen met andere woorden ook dopingcontrole bij muizen. En dat helpt ons bij de dopingcontrole bij mensen. Het helpt, maar het is waarschijnlijk niet één op één te vergelijken, mens en muis. Het blijft een model, maar het is wel het krachtigste model die op dit moment op de markt is. En er zijn maar 3 labs in de wereld die dit kunnen ontwikkelen.